Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in een week. Ik wil jullie als eerste even allemaal heel erg bedanken voor alle berichtjes die ik heb gehad naar aanleiding van mijn vorige vlog. Het was natuurlijk best wel een verdrietige en lastige week. Maar echt, die berichtjes allemaal, dankjewel daarvoor. Echt super lief. Ja, en we zijn nu gewoon weer aan het werk en we gaan gewoon weer door. Dus ook vandaag zijn er veel bestellingen. Maar ik wil de dag wel even beginnen met iets... Ja, met iets heel schattigs. Gisteren was ik hier namelijk nog aan het werk. En toen kwam mijn man thuis. Ik was natuurlijk nog best wel verdrietig om Bloem. En ja, zoals je het al hoort. Ik laat het even zien. Momentje. Ik wil jullie voorstellen aan Roxy. Hè? Printje. Hij is echt heel lief. Kijk dan. Oh, je wilt... Ah, ja, je wilt spelen, hè? Je wilt spelen. Hè? Hé, zucht. Zucht. Hé? Een printje, hè? Goedemorgen, het is ondertussen maandag. Het is een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik was deze vlog al heel begonnen, dus... Ja, jullie kijken gewoon verder. Maar deze week hebben we wel een leuke week, want we hebben weer bruidswerk. Dus dat komt er tussendoor ook nog eens bij tussen. Een lekkere, drukke week. Dus ik ga nu op weg naar de groothandel. Ik zit al in de auto. Om heel veel bloemen op te halen, want er is weer flink besteld. Ik heb er zin in. Dus, en ik ga gelijk ook even kijken voor nieuwe bloemen, voor nieuwe DIY. Laat vooral eventjes weten hieronder welke kleur jij zou willen zien voor een DIY. We hebben nu de herfstkleuren wel gehad, de roze tinten. Vind ik zelf ook altijd heel mooi om mee te werken. Maar misschien wil jij wel graag een andere kleur zien. Laat even hieronder weten, want dan kan ik dat meenemen in een nieuwe DIY. Goed, ik ga gauw die kant op. Zo, ik ben weer terug op plaats van mijn bestemming. De bloemen zijn op water gezet, dus ik kan beginnen met inpakken.
Goedemorgen, het is nog heel vroeg, maar ik ga bezig met het afwerken van het bruidswerk. Ik heb hier alles al voorbereid, dus ik ga de laatste dingetjes doen en dan gaat het straks de klant, naar de klant toe. De auto is volgeladen, dus het is tijd om het bruidswerk weg te brengen. Ik ben helemaal blij. Ik heb echt zin om het af te leveren, dus gauw die kant op. Dag en het is al dus 11 uur geweest. Nou, het is al bijna middag. Ik heb er al een hele ochtend op zitten, wat wel super fijn was. Ik heb even flink opgeruimd, de mail bijgewerkt en dat soort dingen. En nu ga ik echt aan het inpakken van de pakketten. Oh, ik zie dat hier niet helemaal scherp stel. Maar ik ben nu dus bezig met het inpakken van de pakketten, want er is weer flink besteld. Het pakket is weer uitverkocht. Het gaat echt razendsnel elke keer. Echt bizar gewoon. Maar ja, het is alleen maar leuk. Want er komt toch 2 keer in de week een nieuwe video online. Dus dan blijft een mooie relatie in zitten. Al probeer ik natuurlijk de pakketten elke keer weer aan te vullen. Maar ja, de aantallen gaan nu elke keer zo hard omhoog. Dat ik hem gewoon niet onbeperkt kan aanvullen. Dat is ook gewoon niet te doen. Want ik heb niet meer uren in een dag. Dus ik kan gewoon echt niet meer inpakken. Maar ik pak het maximaal in. Maar goed, het is alleen maar goed nieuws. Want dat is een teken dat jullie het gewoon heel erg leuk vinden. En daar word ik blij van. Ik krijg heel veel leuke mailtjes en berichtjes trouwens. En daar word ik echt heel blij van. Dus wil je wat met mij delen, mag je altijd even laten weten. Ik probeer overal snel mogelijk op te antwoorden. Maar soms kan het even duren. Maar ik ga dus nu inpakken van de pakketten. Gisteren heb ik niet zo heel veel gefilmd. Omdat ik het gewoon echt enorm druk had. Ook met inpakken. Maar ik had ook het tankstation. Ik had natuurlijk het bruidswerk. Dus het was een druk dagje. Dus het was een beetje hollen, vliegen, rennen. Maar ja, nu gauw inpakken. Alle pakketten zijn weggebracht en nu ga ik hier de rotzooi opruimen en dan ja, zit de week er voor deze week op. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Het was een leuke drukke week wat mij betreft. Dus ik heb echt genoten van deze week en alle leuke reacties, alle leuke berichtjes. Alle leuke mailtjes die ik ook heb gekregen, want het waren er ook weer heel wat. Super leuk en bedankt voor alle bestellingen. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je toch voor alle leuke video's die ik maak. En leuke DIY video's. Want er komen volgende week weer leuke aan. Dus mocht je dat niet willen missen. Ja, abonneer dan vooral op mijn kanaal. Je kan ook het belletje aanzetten. Daarnaast komt elke woensdagavond om 7 uur. En elke zaterdagochtend om 9 uur een video online. Dus wil je ook niks missen. Dan kan je dan het beste kijken. Geldt ook voor als je graag een bestelling wil plaatsen. Op het moment gaan de bestellingen heel hard. Ondanks dat er echt wel veel pakketten online staan. Ja, wil je nou niks missen. Zorg dan dat je er dan klaar voor zit. Want vanaf dat moment kan je ook bestellen. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En je ziet mij de volgende keer weer. Doei!